Zeg Willem. Frans. Is dit ons voorland? Het is 6:10, man. Onmenselijke vroegheid. Is het zo als je oud wordt, dat je dan 's morgens heel vroeg het bed uit moet? Nou, dan heb ik nog wat orders te nemen, zeg. Goeiedag. Valt dit tijdstip van de dag eigenlijk onder de nacht? Ja, het is donker. Kijk, het is zelfs zo vroeg dat we de enige zijn. Ja hoor, daar zijn we weer. Met een nieuw seizoen I Love de Achterhoek. Deze jongens beginnen al aardig op leeftijd te raken. Bij mij komt zelfs de AOW al binnen. Alterbasten. Tijd dus om op zoek te gaan naar... Wat te doen na je pensioen. Met daarin antwoord op vragen als... Hoe vul je dat financiële pensioengat op? Welke hobby kunnen we gaan doen? Waar kunnen we als vrijwilliger iets goeds doen voor de maatschappij? En vergeet niet je bucketlist af te werken, voordat het te laat is natuurlijk. De komende weken laten wij, Frans en Willem, ons inspireren. Wat te doen na je pensioen. En dan hebben we hier de gouden envelop, Willem. Het gaat echt officieel gebeuren. Tada! Mannen, in Nederland mag je vanaf je 66ste en 10 maanden met pensioen. De groep gepensioneerden wordt elk jaar groter omdat Nederland vergrijst. Ook een van jullie ontvangt inmiddels al AOW. Dat is geen geheim, dat ben ik niet. Precies. De vraag voor deze week is, kijken jullie uit naar je pensioen? Ja, dat is dan een vraag aan jou, hè? Maar ik kijk er toch helemaal niet naar uit? Nee? Heb je de besloten, moet je er dan naar uitkijken? Nee. Ik bedoel, als je, ik heb zoiets van, ja, elk jaar moet leuk zijn. Dus hoe moet je dan naar uitkijken? Wat is dan het grote genieten? Nou ja, dat je niks meer moet. Dat is het. Maar jij hoeft toch ook niks meer, hè? Maar je doet van alles. Ja, maar er zit geen moeten achter. Het kan. Het kan. Ja. Maar ik kijk uit naar mijn pensioen in de zin van dat ik het dan wat rustiger aan kan doen. Nou, maar dat is het toch. Dat is toch gerelateerd aan zorgeloosheid. Rustiger aan, hoeft allemaal niet meer zo jachten, is zo snel. Maar het grappige is, dat hoor je van meer mensen, dat jonge man dat ze pensioen hebben. Ik ben nog nooit zo druk geweest. Maar ja, is dat zo? Ja. Wat gaan ze dan doen? Kranten rondbrengen, morgens om 3:00. Ja. Waar moeten we nou in godsnaam zo vroeg? Midden in de woonwijk. Ja. Hè? Wat mooi hier. Jullie moeten zo vroeg mogelijk op om, inderdaad, kranten te gaan bezorgen. De 87-jarige Hendrik Tahapari uit Arnhem kreeg na zijn pensioen namelijk last van het helemaal niets doen. Hij zocht een bijbaantje als krantenbezorger. En nu bezorgt hij 6 dagen per week de ochtendkrant en hij peinst er niet over om te stoppen. Hij is inmiddels de oudste krantenbezorger van Nederland. De krantenman, denk ik. De Arnhemse krantenjongen. Het was een heftige opgave voor mij. Midden in de nacht opstaan, ja. En niet geslapen. Gewoon niet geslapen. Want ik ben totaal niet gewend. Dus echt niet. Frans ook niet. Volgens mij was ik eerder het bed uit dan Hendrik. Om Hendrik te helpen. En 4:00 of zo ben ik opgestaan. En Hendrik doet het dan elke dag, hè? Wij zijn blij met Hendrik, de krantenverzorger. Ja, momentje. Hé, en hoe oud ben je? 87. Pardon? 87? Ja. Hendrik? Ja. En je brengt dus deze kranten rond? Ja. Wow. Al 25 jaar? Ja. Hé, maar Hendrik, even onder ons. Betaalt dat nou een beetje, dat krantenbezorgen? Nou, 200 euro per maand. 200 euro per maand? Ja, dat niet. En dan moet je 6 dagen in de week, moet je 's morgens... Hoe laat moet je uit je bed dan? Kwart over 4. Kwart over 4. Hoe laat ga je s'avonds naar bed dan? Soms 9:30. Half 10. Maximaal 9:30. Welke breng je allemaal rond aan? De Gelderlander? Zaterdag. De Volkskrant? De Volkskrant, Telegraaf. Telegraaf? Dagblad. Financieel Dagblad, Trouw. Ja. Maar die zijn zaterdag zo dik. Ja. Hendrik,
En hoe dat past er helemaal niet meer in dan? Moet je twee keer op en neer? Nee, één keer. Maar toch wel? Dan heb ik nog zo'n bak. Heb jij nog zo'n bak, die zet je er bovenop? Ja. Oké. Okay. Dan ben je in goede conditie. Ja. Hey man, je bent nu 87. Ja. Hoe lang ga je dit nog doen dan? Tot je neervalt, tot je omvalt? Nee. Mijn doelstelling is twee minstens 90. Minstens 90? Minstens 90. Over drie jaar. Weet je, en dan komen we terug. En dan vieren we dat je gestopt bent. Nee. Over 3 jaar, dan ben je 90. Ga je daar nog door? Ja, nou, natuurlijk. Ja, wat moet ik doen dan? Natuurlijk. Ja, wat moet je anders doen? Misschien haal ik de 100. Ja. Nee, maar we moeten de krant erop brengen. Ja. 7. 7. Hup. 7, 7. De krant. Telegraaf. Hoe weet je dat er allemaal? Ja, die kopie. Nee. 26. Op nummer? Nummer 9. 9. 9. Daar. Oké. 11. Ik moet even vragen aan Hendrik waar we bezig zijn moeten doen, want ik kom er zo niet uit. Hey, klagen ze wel eens dat je te laat bent? Nee, dat is niet leuk. Wel eens? Nee. Maar doe je dit nou de krantenwijk om bij te verdienen? Nee. Of omdat je plezier in hebt? Nee. En dit heb ik niet nodig. Maar dit is eigenlijk je sportschool. Ja. Een beetje in beweging blijven. In beweging blijven. Ik kan nog voetballen met mijn kleinzoon pingelen. Pingelen. Conditioneel is het natuurlijk ideaal. Elke dag gewoon regelmaat. Dan moet je gewoon dran. En dat zie je ook wel. Fysiek is Hendrik gewoon top. Maar kun je dan iedereen die met pensioen zat zeggen, weet je wat jij moet doen? Je moet een krantenwijk nemen. Ja. Ja, heb ik al gezegd. Ja, nou ben ik ook weer met pensioen. Dat is te kort aan krantenbezorg. Als iemand begint, krijgt hij een premie van 1000 euro. Hier? Als je begint als krantenbezorg? In Nederland. In Nederland. De rest lukt je alleen? Aan 25 jaar wel. Nou, dan zou ik denken, vandaag zal het niet anders zijn, hè? Nee. Hebben we het een beetje goed geholpen? Ja. Ja? Scheelt het nou in je tijd? Ja, scheelt wel in de tijd. Ja. Maar jullie krijgen geen salaris. Wij krijgen geen salaris. Nee. Geweldig. Hendrik. Ja? Succes. Ja, dank u wel. Leuk, hè? Doeg, hè? Doeg. Leuk, hè? Ja. Nou, Hendrik, wat een man. Inmiddels weer licht. Ja, zeg. 87 en de fysieke... Hendrik Tahapari. Mooie naam sowieso. Ja. 87, Frans, en dan dit doen. Ik heb een paard gehad, dat heette Hendrik. Wat zeg je? Heb jij een paard gehad die heette Hendrik? Ja. Dat geweldig. Omdat hij zo braaf was. Brave Hendrik. Een brave Hendrik. Ja, geweldig. Hendrik. Ja, nou, dit was ook een brave man. En dat, hij ook dan, dat mensen dan ook zo geveldig vinden dat hij de krant hier moet links, dat hij de krant rondbrengt. Weet je wel, dat ze dan een brief op, op de deur plakken. Ja, en dat ze hem kennen niet als de krantenman. Nee, als Hendrik. Ja. Hendrik, de oudste krantenman van Nederland. In ieder geval van Arnhem. Nee, van Nederland. Van Nederland, ja. De mannen vervolgen hun weg naar Reden, want daar is het een drukte van belang bij de stichting Redense Schaapskudde. Want het is lammertijd. Ans en Wim van Gemert zijn als vrijwilligers al een aantal jaar betrokken bij de schaapskudde en zij kunnen wel wat hulp gebruiken. Iets met schapen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedenochtend. Hallo dan. Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen. Heren. Dag, Frans. Ik ben Frans. Ja. Ans. Ik ben Ans. Dag, ik ben Ans. Willem. Dag, ja, Willem. Klopt. Ah, Willem. Hoi. Hey. Dag, Ans. Dag, Wim. Dag, Frans. Welkom bij de Goedemorgen. Goedemorgen. En wanneer zijn jullie begonnen als vrijwilliger hier?
ik ben zelf begonnen hier 4 jaar geleden. Toen was ik nog niet gepensioneerd. Maar toen stond er een advertentie van vrijwilliger gezocht voor de evenementen. Ja. Ja, en dan ga je evenementen doen en dan ga je vanzelf meer doen. Ga je voor de bel? Waarom ging je voor de bel? Ja, dat zul je straks zien, die kleine lammetjes. Oh, dat zijn de lammetjes. Ah, ja, en Wim, waarom ging jij voor de bel? Ik mocht mee. Het is mijn partner. Oh, jullie zijn ook een setje. Ja, bij een setje. Ja. Een setje. Oh, okay. Ja. Ah, jongens. Het zijn er wel veel, hè? Ja, maar het is nog niet alles. En binnen staan er ook nog een stel, die zijn gisteren geboren. Oh, oké. Okay. Dus hele kleintjes nog. En er zijn er nog een paar die misschien vandaag bevallen. Maar het is wel het einde van de periode. Zeg je? En voor ons, als je hier vrijwilliger bent, dan voel je je toch bevoorrecht om op deze plek gewoon lekker bezig te zijn. Speeltuin, zou ik maar zeggen. Het is hartstikke leuk natuurlijk, maar ik kan dat niet. Ja, ik vind het wel heel leuk. Dit, ja, hier heb je me wel mee. Ik kan niet, weet je, dat is toch weer werk, hè, eigenlijk. En ja, vrijwilligerswerk ligt mij niet zo, dus. Werk moet je altijd doen om er plezier in het te hebben. En als het dan vrijwillig is of niet vrijwillig, eigenlijk maakt dat niet uit. Maar ik denk dat er heel veel pensionados zullen zijn die zeggen, nou, als ik dat toch vrijwilligerswerk moet doen, wil doen, dan is dit wel een uitgelezen kans, ja. Okay. Dus dit moet vol? Dit moet allemaal vol. Oh, joh, joh, joh. Je moet ze verdelen over de rij. Welke rij heb ik? Rij 2. Deze? Ja, pak ik. Okay. Pak die maar. Oh. Ja, daar komen ze dan. Party time! Hoppa! Kom maar, mannen. Kom, vrouwen. Kijk dan. Willem, hou je wel in de gaten of ze allemaal genoeg krijgen? Ja. En waarom doe ik dit? Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Je bent de hele dag buiten. Soms loop je in de stromende regen. Het is ook wel een stakkenweer, ja. Ja, dan moet het ook. Dat moet het ook. Maar dan drink je heel veel koffie binnen. Ja. Maar zijn het altijd Wij pensionados? Wij zijn een uitstervend ras, hè? Ja, nee, het liever niet. Liever geen pensionado's? Ja, dat kan. Graag. Die hebben overdag tijd. Ja. He, door de weeks. En ja, maar die anderen, de jongeren werken. Mensen niet, die moeten werken. Dus het komt neer op de pensionado's. Ja. Ja. Nee, dat moet natuurlijk niet. Ik loop net weg. Terug. Ook achterin beginnen, Willem. Achterin beginnen. Ja, Willem. Doe maar achterin. Waar is de mans? Hupsakee. Als en Wim. Vrijwilligers? Ja. Maar dat zijn gepensioneerde vrijwilligers. Ja, ja. Is er nou een verschil tussen jongere vrijwilligers en oude vrijwilligers? Buiten de leeftijd. De koffietijden bedoel je? Ja, nee. Nee, maar ik bedoel, de oude vrijwilligers, als ze gepensioneerd zijn, kunnen ze altijd. Ja, die kunnen vaak. Dus ik hoef maar te bellen. Als ik omhoog zit, dan zijn zij er altijd. En dat heb je natuurlijk met de gewone vrijwilligers die een baan hebben. De jonge vrijwilligers die komen ook. Alleen die hebben natuurlijk een eigen baan en die kunnen niet altijd. Je komt na 5, bij wijze van. Ja. Dus, maar als ik bel, of Herman, als ik bel, dan zijn zij er altijd direct. Ja. Dan is het van, we komen eraan. Want Herman is de vrijwillige herder. Ja. Herman is een van onze vrijwillige herders. Zoals hij daar staat. Ja. Hij staat met zijn hond. Ja. Lie down. Lie down. Walk on. Walk on. Lie down. Lie down. Geweldig met die hond, hè? Geweldig. Herman. Zo. Was dit nou altijd je droom? Ja. Maar je was het niet altijd, herder. Ik heb een bureaufunctie gehad, kantoor. Waar was je? Lie down. Hoe? Op kantoor. Ja. En toen ik met pensioen ging, toen dacht ik, dan ga ik toch eigenlijk nu doen wat ik eigenlijk altijd had gewild. Maar waarom heb je dat niet eerder gedaan? Nee, ik had een hele goede baan. En een leuke baan, geen enkel probleem. En je bent nou hoe oud? 74. Het is je eigen hond, hè? Ja. Dus als jij een vrijwillige herder wilt worden als pensionado, moet je wel een hond hebben? Moet je wel een hond hebben, ja. En eentje die luistert? Eentje die luistert, eentje die schapen kan hoeden, ja. Maar hoe heb jij dit geleerd? Want ik vind dit in de praktijk. Vallen en opstaan? Of meegelopen met Cynthia, een poos.
Ik loop 2 dagen in de week, zo ongeveer. En dan begin je 's morgens? Oh, 8:30, 8 uur. En tot 5:30. Ja. Hey, maar je kunt die hond gewoon zeggen van, breng ze maar eens hierheen. Ja. Doe eens. Jan, kom bij. Daar gaat hij. Kom bij, kom bij. Dit is knap, hè. Blij dan. Oei. Lie down. Lie down. Hok om. Lie down. Ja, niet te dicht, hè? Ja, ik vind niet te dicht. Nee, ook okay. Dit is toch, hè? Dat is toch het leukste werk wat er is? Ja, ik vind dit wel leuk. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat... Rustig aan, rustig aan. Nou, dit is het einde eigenlijk van jullie werkdag van vandaag. Ja. En daarbij hoort de adoptie. En adoptie? De adoptie. En dat betekent? De adoptie betekent dat je symbolisch een lammetje adopteert. Is het een zij of een hij? Dit is een zij. Oh, dan doen we Francisca. Dat kun je zien, dat kun je zien. Ja, ik weet nog niet dat ik kan zien. Ze hebben allebei. Het zijn 2 ootjes. Oké, Willemien. Het is echt een tweeling, hè? Het is echt een tweeling. Het is een tweeling. Ah, het is mijn kind. Nou, om het te vieren hebben wij voor jullie allemaal nog beschuit met muisjes. Beschuit met muisjes. Nou, hey. Papa van Willemietje. Papa van Francisca. Nou, even zonder dolle. Wat leuk stel, Hans en Wim. Zo, maar dat is best leuk vrijwilligerswerk, dit. Wat deden ze hiervoor? Hans was secretaresse, ja. En Wim was ambtenaar. Ja, en dat zijn dan toch wel van die beroepen dat je constant achter het bureau zit. Dan is dit is een verademing natuurlijk. En dan kom je dan 's morgens in met een clubje of een gezellig kop koffie te drinken. Ja. Het is ook een sociaal, is beter sociaal dan, gebeuren. Hè? Ja, nee, maar luisteren, wat wil je nou? Thuis zitten of iets leuks doen? Achter de geraniums is niks. Nee, dan is dit is toch... Ik denk dat het een van de leukste vrijwilligersjobs is die je kunt bedenken. Ja. Of weet je nog wat leuk is? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Willem en Frans rijden door naar een volgende adres. Ze gaan naar het Harde, want daar gaan ze op bezoek bij de bijzondere tuin van de 83-jarige Ampie. Zijn kijktuin is een begrip in de regio, want hij heeft in 15 meter hoge berg in zijn tuin gebouwd. En nog dagelijks is hij met zijn hark en schep in de weer. Goedendag. Goedendag. Ampie. Goedendag dan. Helemaal. Helemaal. Ja. Frans, Michelbrink, goeiedag. Goeiedag. Ja, je weet dat ik Ampie ben, dat hoeft niet te zeggen. Ja, nee, dat staat goed. Maar normaal ben ik Jan Hendrik. Normaal Jan Hendrik? Ja, maar die kennen ze niet. En wat is Ampies berg? Die zei ze, heb je laten zien. Ja. Oh! Hey. Oh. Ampie! Kijk eens, hey. Hey. Kijk eens. Het is een echte berg. Dit is... Heb je dat echt helemaal gemaakt? Helemaal. Met de hand? Hoe kom je erop? Ja, zeg. Ja, ik heb toen in 63 10 dagen naar Oostenrijk geweest. Ja. En toen heb ik die tik overleuk. Dit is wel een maffe hobby, hè? Tjongejonge. Ja. Nou, maffe. Wat hebben ze me gek verkloren? Ja, nog steeds of niet? Nog. Ja? Ja, maar nu komt er een soort jaloezie. Ampisch werk. Tjongejonge. Gossie mijne. Ja, en het mooie is wel de passie. Waarmee hij dit maakt en dat hij dit doet. Je ziet nog steeds die twinkeling in die ogen en die dat... Ah, dat is mooi, dat is mooi, dat is zo mooi. Nou, er zijn twee mannen die nog nooit met groene vingers. En we gaan met pensioen. Wat is een goede raad dan aan ons? Direct begint te tuinieren. Tuinieren? Ja, niet zo hoog, maar dan... Ja, ik vind het wel een uitdaging. Maar waarom is dat dan zo mooi? Nou, kom eens even, dan zal ik het even laten zien. Ja, dan gaan we... Oké. Ja? Nou. Ik,
Jongen, ik ben die slechte win. Hoi, hoi, hoi. Dat is zo'n kwekerij. Maar is dit, zit dit normaal in de zomer allemaal in de tuin? Dit zit allemaal in de tuin. Vinden de vrouwen dit allemaal wel goed? Ja, hè? Ja, doe eens. Die is een lange blied dat ik zo gek ben. Ja, ja, maar die vindt het prachtig. Ja, doe eens. Ja, anders, ja. Anders zit hij ook maar in huis. En dan wij toch al langer door de weg. En dan zie je de vrouw te vervelen en zo. Ja, ja, dat is toch wel. Ja, kijk, maar hoeveel duizend planten moet je er nu inzetten? 8.500. Elk jaar? En ook weer de Ruud. En ook weer de Ruud? Ja. 8.000 planten, hè? En die worden dan elk jaar erin gezet, elk jaar eruit gezet. En het hele zaakje wordt een paar weken lang wordt het allemaal weer schoongespoten. En ja, dat is werk voor 20 man elk jaar. Dan kun je toch nooit alleen? Nee, daar helpen ze me mee. Dan komt mijn kleinzoon. En die bracht 5, 6, 7 kamerooien mee. Ja, kijk. En die show hem dan. Hoppa, wat willen we doen? Nou, jongen, kippen wel of niet dan. Mooi toch? Want die jongens hebben eigenlijk niks. Die kamerooien, die hebben eigenlijk van Rick, die hebben eigenlijk niks met winter doen. Nee, ja, nee. Maar ze vinden het allemaal wel prachtig. Ja. Heb je dan echt alles in één dag? Nee, de god. Net zeggen. 6 weken, nee, maar dan stonden die zware planten erin. Ja, oké, die zoren. Ja, kijk, ja, dit spul, dat kan ik allemaal zelf bij redden en zo. Ja. Hey, wat ben je? Hey, Ampie. Ja. Hoe mooi is dit? Hey. Ja, ik nog... Heb je allemaal gemaakt? Dit heb ik allemaal gemaakt, ja. Mooi, man. Super, ja. Respect. Mooi, dames en heren, vanaf boven applaus van mij gemaakt. Dankjewel. Wat zijn als de mensen geweest zijn, wat zijn dan de reacties? Onbegrijpelijk. Ik heb er ook alleen gehad, die kwam bij me lopen. Hij zegt, Ampie, zegt hij, ik ben nog niet gestorven, maar je was wel in het paradijs geweest. Kijk, vorig jaar stond hier een vrouw, we waren door een koffie drinken. Stond hier een vrouw, de troon loopt zo de wang in. Dat is een waardering, dat is ja, maar het is wel een levenswerk. Ik loop ook wel eens weg, hè, maar dan ben ik wel iets geëmotioneerd. Hey, Ampie. Bij vlagen emotioneel van zijn eigen werk, hè? En van de reacties van mensen. Ja, en dan bij vlagen ook heel ondeugend. Ja, wat een levenswerk. 83? Ja, 83. 83 en dat ding is al vanaf de... Nou, pak een beetje, 1964, dat was het? Ja. Hobby met een hoofdletter, Ronnie dan? Dat dacht ik wel. Met allemaal mijn hoofdletter. Ja. Allemaal. Ga jij groene vingers doen als je gepensioneerd bent? Nee. Waarom niet? Nee, ik heb daar geen geduld voor. Ja. Ik heb ook gezegd... En je moet er passie, passie voor je hebben. En ik heb ook gezegd van, ik vind tuinen vind ik prachtig om erin te zitten. Met een lekkere luie stoel en een koud pilsje. Ja. En dan naar die tuin kijken en zeggen, potdomme, mooi tuin. Ja, volgens ons, Ampie heeft geen tijd om te zitten, hè? Nee. Nee, die is echt constant bezig. Na regen komt zonneschijn en dus rijden we door naar Ulft, waar we deze week afsluiten. Elke aflevering is er aandacht voor de bucketlist die de mannen hebben ingevuld. Wat nog te doen voor het zover is? Deze week is het de beurt aan Frans. Voor hem komt een droom uit. Iets dat hij nog graag een keer wil doen. Frans, Willem. Gouden envelop. Gouden envelop. Nou, Willem, daar komt hij. Laat mij niet verder in spanning. Een bucketlist. Vaak staan er de meest onhaalbare dromen en extreme wensen op. Maar jouw lijst, Frans, valt vooral op door bescheidenheid en nederigheid. Je bent gauw tevreden. Tijd om jouw lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan. Het tipje van de sluier. Het heeft 101 pk. Weet je het al? Weet je het dan nog wel? 101 pk? Ja, 101 pk. Wat heeft 101 pk? Nou, wat denk je? Ik ben helemaal blank hoor, nou. 101 pk. Een trekker? Ja! Een trekker? Ja, gewoon een trekker. Dus jij wil op een trekker rijden? Ja, altijd al gewild. Wou je boer worden? Nee, ik wil op een trekker rijden. Trekker van? Ja, gewoon een trekker van.
Wat voor een? Een Deurts? Of een John Deere? Ik denk een John Deere. Ja. Maar als ik zo zie waar we dan naartoe moeten, en ik kom hier uit de buurt, heb ik een vermoeden waar we naartoe gaan. Nou, doe dan een tipje. Een tipje? Een tipje van de sluier. Voor mij. Paul. Ja, Paul is... Oh, die weerman. Dat denk ik. Inderdaad, als je wilt trekken rijden, Frans, dan moeten we natuurlijk langs bij weerman Gerrit Vossers. Hij heeft er wel eentje staan op zijn erf. Zo'n trekkertje. Kiek! Oh, wat was dit? Fucking les. Hoi, 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 Gerrit! Hé, hey, Frans. Wat een dikke man. Ja, is wat. Hé? Is wat, mooi. Ja. Paul. Ja. Paul, op de wagen. Paul, ja, mooi. Mooi. Ja. We zitten hier met dik te glunderen in de wagen. Ja, dat snap ik, want ik hoorde dat je nog wat op de bucketlist hadden staan. Hè? Wat er is? Trekkerijen. Ja, maar ik bedoel, wat willen mensen nog meer? Dat is toch geweldig? Ja. Ik ben er altijd gauw gevuld, hè? Tjonge, jonge, wat een blij man. Ja, geweldig. Het is wel een genot om naar te kijken, moet ik zeggen. Dat is hem. Ja, dat is hem. De 6320, hè? De 6320. Ja. Ja. Ja, je hebt wel een primeurtje, want er mocht er niet veel op zitten. Nee, dat is net als een vrouw, die hij ook voor eigen. Ja, dus daar leuk anderen ook niet op zitten. Nee. Komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, mogelijk opklaring. Hé, hey, daar een John Deere trekker. Dat is een mooi ding. Dat is uw deurbraak geweest, hè? Ja. Dat is al 10 jaar geleden. Dus, Nou, wacht even. Dan ben ik gewoon weer al beroemd mee geworden. Ja, het is, wat dat betreft het heel Nederland komt. Ik kom ze hier vertrekken. Ja, en dan zeg je even paar, dan doen ze even in de box aan het lachen. En dan hebben ze een dagje achterhoek gehad. Dan nooit iemand opgereden, hè? Behalve Gerrit al. En ik mocht erop. Ik kriebel meer van dat. Nee, trekken. Ach ja, leuk. Nee. Nee, het was niet op mijn bucketlist. Zo. Frans. Tadaa. Het Valhalla. Alterbasten. En je kijkt gewoon dat treutenkind op. Dit was zo geweldig. Hij de vuurt wel gevecht. Nog eens. Ja. Vertel. Nou, ik wil eerst het stuur even al aannemen. Misschien is het handiger dat Willem even de bus wegzet, of niet? Want anders... Ja. Ja, is er nogal zuinig op. Willem, wil je de bus heel hol? En dan gewoon deur drukken? Ja. Het doet dat lep. Het is lekker mooi. Zo dik kun je ook wel op straat, maar trekkers zijn niet gemaakt voor op de straat, hè? Dan bokken. En je kunt er niemand kan er langs en zo. Maar zo in zo'n weiland kan niks gebeuren. Een beetje sturen met een grote gevaar. Ja, een paar meeuwen proberen te raken, maar voor de rest niks. Weet je wel. Ja, dat is mooi. Ja, ik denk dat Frans hier nog wel vaker een ritje gaat maken, hoor. Hè? Hooi schudden, ploegen, inzaaien, mest injecteren. Ik denk dat Michelbrink een hobby erbij heeft. Pop, pop. Nou, daar heb je hem. God. Ja, mooi. Het blije kind. Het blije kind. Dat is poor man. Dat is zo leuk. Dit is zo leuk. Ik zie je, Daniel. Gerrit. Ja. Hij nou eens een keer iemand van de nurk heeft het gres schudden en dan... Weet je, ik had nog niet zoveel wensen, maar dit was er eentje die ik nog wel graag een keer wou. Nou, gedaan. Ik ben volgende week aan de beurt. Ja, denk het. Maar niet meer trekken. Niet? Nee, ik weet niet wat. Volgende week gaan de mannen een centje bijverdienen in Wageningen. Willem, Teus zei, het is tussen de 200 en 250 kilo maal 2 dubbeltjes. Dus Teus, afrekenen. En vinken we de bucketlist van Willem af. Willem. Goedenavond, heren. Kijk. Hallo, live van de Achterhoek, heb ik begrepen. Hallo. Het is jouw bucketlist, Willem. Jawel, maar we deden alles maar samen. Het is jouw maat.
toch? Ja, ja, ja. Laat je hem nu op het meest cruciale moment van al jullie afleveringen hem in de steek? Dat zou ik zeggen, hier. Dat gezicht. Kom maar mee. Nou,